Tomorrow night. Damn. 2:30 en mijn iPhone is weer gewoon compleet leeg. Ik ga eens even kijken op de trade show of ik dit probleem kan oplossen. Hier hebben we de Formule 1 versie onder de batterijopladers. Want de mensen die dit gemaakt hebben, die maken voor Formule 1 allerlei speciale batterijen. En daar is gewicht heel erg belangrijk. 3 versies hiervan. 3 maal een iPhone opladen. 5 maal een iPhone opladen. Of 7 maal een iPhone opladen. En ze kosten dan ook $50, $70 en $100. En de laatste, die 7 keer een iPhone kan opladen, kan ook een hele iPad van helemaal van begin tot het einde opladen. Formule 1 versie onder de batterijopladers. In plaats van zo'n puck wil je eigenlijk gewoon een batterijhoesje hebben om je telefoon. En Mophie heeft deze in allerlei verschillende kleuren, verschillende maten voor alle Android modellen en ook voor de iPhone modellen. En dit is de iPhone 5. En het aardige is dat deze je beschermt en hij heeft ook 100% opladen. Dus je kunt er gewoon 2 keer zo ver meegaan. Verder heeft dit ding nog een voordeel, dat die afgrijzelijke lightning plug die er bij de Apple 5 aan zit, dat die gewoon naar micro-USB vertaald, waardoor je gewoon een normaal kabeltje, wat je altijd bij je hebt, dat ding kunt opladen. Bescherming en 100%. Kost ongeveer $100 in alle kleuren die je maar wil. De GoPak en de Mophie zijn heel erg handig, maar je wil gewoon geen draadjes meer. Nou, voor die oplossing is er nou PowerMat van Duracell, net gekocht door Duracell. En je hebt gewoon zo'n dingetje op je bureau liggen. Dit kost $50. Je doet dit om je telefoon heen. En je legt het gewoon op elkaar en het begint te laden. En het maakt ook niet uit, ze hebben zelf onderhandelen ze over wat voor een voltage het nodig is. Dus je legt het gewoon op en je bent klaar. Je kunt allerlei verschillende apparaten kun je er gewoon op leggen. Dus draadloos opladen met dat Duracell PowerMat. Deze hoesjes om je telefoon kosten ongeveer $35. En je kunt ook gewoon nog zo'n puckachtige zaak kun je ook opladen. Zodat je het altijd gewoon on the road jezelf kunt opladen. We zien dus behoorlijk veel ontwikkelingen vanwege opladen. Die telefoons die hebben allemaal gedurende de dag even een flinke stoot nodig. En we hebben hier 3 oplossingen. Dus ik hoef gewoon nooit meer zonder power te zijn met mijn favoriete smartphone.